Let's go! Een prachtige zomerse weer. Nou, het is natuurlijk lente, maar Steve doet de boel op slot. Die bovenste ook gedaan? Ja. Right. Wauw, dan gaan we dan eindelijk beginnen. Nou, zeg maar dag tegen huis. Die zien niet meer voor 2 maanden. Nou, lange tijd, hè? Schat Steve. Oh, Steve gaat kijken of we onder het dak doorkomen. Nou, dat zal wel lukken. Yay! De vakantie start. Hoe lang hebben we hier niet aan gedacht aan dit moment? Hè? Eindelijk. Onze zwerftocht. Vlog nummer 2. Begin van de vakantie. Dat is achteruit. Nee, ik wil de andere kant op. Yay! Ja, we hebben hier heel weinig ruimte. 2,5 centimeter om precies te zijn. Stuiteren we, dan is het mis. Oh, ruit schoon. Dag lieverd, dag grote zoon. Doei! Er komt gelijk een kaart op de kop. Over 2 maanden. Hoi man, op naar de zon. Op naar de boot. Meer van die richting uit. Yes! Oh yeah! Eerste detour. Eerste bosweggetje. Goh, we moeten toch naar Kalmar? Dan hadden we die andere weg moeten nemen. Wij zo enthousiast zwaaien naar Steve. Joehoe! Gaan we gewoon naar Witlanda. Dat was niet de bedoeling. Nou, we rijden dus nu weer terug naar huis. Omdat we de verkeerde weg namen. Ziet Steve ons dadelijk over de kruising rijden? Nee, het is achter het heuveltje. Hij zal ons hooguit horen. We hebben volgens mij veel te veel spullen mee, hoor. We gaan wel lozen. Op elke plaats laten we iets achter. We hebben al honger, we zijn al niet eens een uur onderweg. Niet zo erg goed om mee. Nee, en vroeg. We hebben de koelkast leeg gemaakt, maar die was al leeg eigenlijk.
Dat is een baai aan de Oostzee. Het is altijd lastig om de Oostzee zelf te zien. Er zijn altijd allerlei eilandjes en schiereilandjes. Algorums, Shirka. Ik weet niet wat er op die muren zit, maar het lijkt wel metaal. Metaalplaatwerk. Mullentorp, het is Karlskrona commune.
tijd. Nou, we zijn helemaal vergeten te filmen binnen, maar we hebben een rokerijtje gevonden. En wat hebben we gekocht? Braadootjes met knoflook. Oh, ik zit een beetje te dichtbij, sorry. Knoflook met paprika en eentje met dill. Oh, zie je niet de andere kant. Ja. Ja, dit heet het. Het is een leuk plekje hier. We hebben ook een restaurantje. We zitten onder Orus. Aan de kust. Zuidkust van Zweden. En daar staat Crazy Daisy. Oké, we hebben een visrokerijtje hier onder Orus gevonden. We rijden nu deze weg. We zitten hier. Sorry. Hier zitten we. Hier hebben we die visrokerij gevonden waar we net braadootjes hebben gekocht. En dan gaan we, als het goed is, zo naar beneden richting Ystad. Ystad. En dan is het langs de kust naar Trelleborg, waar de boot morgen, waar we de boot moeten pakken morgen. Maar ja, dan moeten we dus wel iets zien te vinden waar we kunnen slapen. Dat is met je pootjes van de tafel af, Indy. Niet op de tafel. Hé, hey, van de tafel af. Indy. Zo ja. Crazy Daisy, daar is de terminal van de boot. We zitten er ongeveer 5 minuten vandaan of zo. Hier van de E22. Kijk die stenen hier dan. Kijk dan. Zo wijs mooi man. Misschien vinden we wel stenen met gaten erin.
Slecht weer, mooi weer. Ik bedoel, als we moeten varen.